10 en laatste koers. Dennis Minnema komt in de strijd met Beauty Charisma. Ik lees op Facebook altijd Dennis dat ze hem draakje noemen. Ja. Waarom? Het is een klein draakje. Het is een pittige tante. Maar ik kan er aardig mee overweg. Ja, je rijdt hem vaak. Ja. Ook succesjes mee gehad, dacht ik. Ja, klopt. Ik heb Duinig mee gewonnen. En een keer 2 geweest op Duinig. Maar ze wil wel voor me lopen. Mary was lang weg? Lang weg geweest. Hem veulen gehad. En goed gekwalificeerd. Niet te gek gedaan. Rustig aangereden. En de laatste keer in Emmeloord liep je eigenlijk een hele goede koers. Hmm. Ondanks dat ze heel klein beetje geld meepakken, dat is realistisch. De eerste band staan er wel leuke paarden. En, kijk, als ze de koers meekrijgt, ze blijkt heel goed rechtsom te willen. Hmm. Nou, dan moeten er mogelijkheden kunnen zijn voor een geldje. Ja. Andere paard van de stal Krebas, Hampshire F. Boko. Sonja, de hele week jullie lopen plagen, jongens? Nee, gelukkig niet. Nee, ze bleef bescheiden. Ze is ook heel bescheiden. Nee, dat is goed. Hij heeft een mooi nummer vandaag. Hij zal goed weglopen. En ze zal gewoon denk ik wel de kop proberen te pakken. En dan. Nou, dan wil ik zien wie hem terug gaat pakken. Jullie hebben natuurlijk een grasstripje en je kan ook een bochtje rechtsom rijden. Is dat gedaan? Dat hebben we gedaan, hebben we getest 2 keer en dat beviel. Hij is natuurlijk wel vrij trouw, hè, van nature. Ja, hij is heel trouw. Ja. Ja. Doet mee om de winst? Normaal gesproken, als we net zo kunnen rijden als vorige keer, dan... En wie zie je als het grote gevaar? Ja, kijk, je ziet Lenne, die zal met Danny op zijn rug komen te liggen. En die heeft een paar keer bewezen heel goed te zijn.